Woonzorg Flevoland is een brede zorgorganisatie. We hebben een aantal verpleeghuislocaties. We verzorgen thuiszorg, ondersteuning thuis, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. Dat doen we in Lelystad en Almere. Het is heel persoonlijk allemaal. Ik dacht me niet gaan voorstellen dat het ergens beter is, laat ik zo zeggen. Woonzorg Flevoland heeft belevingsgericht werken heel hoog in het vaandel staan. En dat betekent dat jij je inleeft in de beleving van de ander. En de kunst is om te kijken wat heeft dan meneer De Vries of mevrouw Jansen van onze organisatie nodig om hier zijn leven voor te kunnen zetten. Komt hier aan het, over het algemeen aan het eind van je leven. En dan is het zo belangrijk voor ons om het nog aangenaam te maken. Niet eens altijd om het langer te maken. Maar wel de tijd dat je hier bent, die kwaliteit van leven waar iedereen het over heeft. Ja, om daar wat mee te doen. En dat is heel leuk en dat doe je als een team. Je krijgt ook hele leuke gesprekken onderweg. Hè? Hele mooie Omdat gesprekken. Omdat je met één mevrouw eigenlijk, of één meneer loopt. En dan babbelen ze tegen jou. Maar diegene die naast je loopt, die babbelt er ook gewoon eigenlijk mee. Ja, hoor. Alles met elkaar, die mensen bloeien ervan op en ik vind het geweldig om dat voor ze te doen. We hebben hier een meneer gehad, die kwam hier binnen en die kon plots niet meer lopen. En hij is hier lopend weggegaan. Nou, fantastisch! Daar doe je het voor. Dat is gewoon zo mooi. Dat was echt zo'n super ervaring. Dan denk ik van helemaal gelukkig. Als je het hebt over de thuiszorg, dan heb je het over de huishouding. Er kan een paar uurtjes ondersteuning in de huishouding zijn. We hebben dagbesteding voor ouderen. We hebben ondersteuning thuis. Ondersteuning thuis betekent individuele begeleiding, zodat iemand weer zelfstandig kan functioneren in het dagelijks leven. En dan hebben we de wijkverpleging. En de wijkverpleging is echt dat mensen ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse verzorging. Nou, ze staat voor je klaar en ze luistert naar je en ze helpt goed met wassen. En ja, ze is heel goed. Ik zal er niet meer kwijt willen. Voor mij is ze heel belangrijk geworden, ja. Als ik wat heb, dan kan ik haar bellen.